Ik heb heel vaak dat ik aan het werk ben en dan in de familie-app wat appjes langs zie komen. Dat het wat minder gaat met een familielid. En dan is het altijd wel heel fijn om toch eventjes langs te gaan en te kijken of je wat kan doen. En dat doe ik regelmatig. Ik ben ooit zelf begonnen als mantelzorger toen mijn eigen ouders ziek werden. En ze iets meer hulp nodig hadden dan ze eigenlijk konden krijgen. Ik denk dat sommige mensen het gevoel hebben dat als zij het niet doen, niemand anders het doet. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld zelf er eigenlijk een beetje aan onderdoor zijn gegaan. Omdat die stress en die druk gewoon op een gegeven moment best wel groot wordt. Mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd en dit is mijn manier om ook iets terug te kunnen doen. En ik hoop dat mijn kinderen dat later ook bij mij gaan doen.